Dag, lieve mensen, dit is Lumeria met een positief bericht op dinsdag 27 augustus. We zijn vandaag 79, 16, 7 dag, het laatste dag van de 70-cyclus. Ik ga vandaag weer nieuwe filmpjes maken vanaf morgen. Ik denk dat ik dat even in mijn atelier doe, want hier beneden zitten ze, als het goed is, nou, ze zitten wellicht niet, ze staan of ze, weet ik veel. In elk geval wordt de badkamer gemaakt. Dus dat zal iets lawaai opleveren. Dus de komende tijd zal ik iets vaker in het atelier zijn. En als je nou denkt, maar ze waren toch ook met dat atelier bezig te verbouwen. Ja, dus als dat niet kan, ga ik gewoon op avond de filmpjes opnemen. Dus komt altijd goed. 79-67 dag, dat is inderdaad zo'n dag waarop je nadenkt, waarop dingen heel snel gaan of juist niet. Dat je erachter komt, ach jee, nou, we moeten het echt even anders doen. Ga met die stroom mee, hè. Komt altijd goed. Welke engel hebben we vandaag? Helderwetendheid. Aartsengel Uriël. Schenkt aandacht aan gedachten en ideeën die in je opkomen alsof ze een verhoord gebed zijn. Heel belangrijk. Als jij bedenkt dat er allemaal onrust op je pad komt, dan komt dat. Bedenk jij dat het allemaal zegeningen zijn die op je pad komen, dan zullen die zegeningen zich heel snel aandienen. Ik hoop dat jullie de engelen leuk vinden. We gaan dat nog tot en met dit weekend doen. Daarna gaan we andere kaarten doen. Ga ik even kijken. Misschien heb jij wel een idee wat hele leuke kaarten zijn om in de dagberichten te doen. Ik wens jullie een hele mooie dinsdag. En de laatste dag van augustus, dan zijn we alweer september. Ja, de tijd gaat heel snel. Wat gaan we met kerst doen? Dag lieve mensen.